Bert van Abelen was donderdag met het meten van bekkens in de weer op het vleesveebedrijf van Jaap en Marga van Beukelen in Pessen. Van Abelen is een bekkenmaatmeter, oftewel pelvimetrist. Met een grotere bekkenmaat kunnen keizersneden worden voorkomen. De bekkenmaten van een koe worden meegenomen in de fokwaarde van de fokstieren. Zo kunnen andere fokkers ook een stier met ruime bekkenmatenvererving selecteren om de volgende generatie gemakkelijk te laten afkalven. We proberen zoveel mogelijk dieren te meten om een betere fokwaarde te kunnen bepalen. En belangrijk is het om te gaan proberen bij de ruimst gemeten dieren om ze natuurlijk af te laten kalven. En met de pelvimeter meten wij de bekkens op, de hoogte en de breedte. Nou, en de hoogte is eigenlijk met name het belangrijkste. En als je dat dan ziet, dat is per dier verschillend. Ook qua leeftijdscategorie. Nou, en daar gaan we gewoon een verschil in maken. En we willen dit ieder jaar volgen, zodat we de maten ook kunnen volgen waar de koe uitgegroeid is. Ik ga weer eerst even de mest uithalen, dat de koe daar niet op blijft werken. Dan breng ik het apparaat in. En dan meet ik eerst weer de breedte van het dier. Dan zoek ik de bekkenranden weer op. En dat is bij dit dier 18 centimeter breed. En de hoogte bij dit dier 21 centimeter hoog. En zodoende, iedere koe die heeft een vader. En als die vader geregistreerd is, krijgt die vader ook een bepaalde fokwaardes. En zo komen we steeds verder met de fokkerij. En ook een hogere betrouwbaarheid. En zodoende willen we eigenlijk hebben dat er zoveel mogelijk mensen dieren laten meten die geregistreerd zijn. Krijgen wij alleen maar veel meer informatie waar eventueel de fokkers die daarmee aan verder gaan gebruik van kunnen maken. Naargelang de dieren wat ouder worden, worden ze ook wel iets ruimer. En daarom is het interessant om bij een jong dier te proberen de eerste keer en dan, of te meten. En dan elk jaar weer en dan kun je zien hoe ruim of dat die wordt. Ik ken dieren die me in de praktijk tegen zijn gekomen. Die hebben maar een bekkenbreedte van 16 en een bekkenbreedte van 18 hoog. Die toch natuurlijk gekalfd hebben. Maar je komt ook dieren tegen met een bekkenbreedte van 20 bij 20, zeg maar. En dan zeg je van, hey, die heeft niet natuurlijk gekalfd. Dus het heeft met een stukje voeding te maken, geboortegewicht van het kalf. Maakt de koe zich klaar om natuurlijk te willen kalven, ja of nee? Dus het zijn meerdere factoren. We kunnen niet zeggen bij die maat van 17 bij 20 van begin maar aan een natuurlijke geboorte. Want daar is geen maat voor te noemen. Dus per individueel dier is dat anders.